Hallo Tiny Pingwings en wat leuk dat jullie kijken naar mijn kanaal Infinity NL. Vandaag ga ik mijn officiële review doen van Alan Wake Remastered. Voor de mensen die het niet weten, dames en heren, Alan Wake is eigenlijk een soort horror/thriller game, third person shooter gemaakt door Remedy Games. En Remedy Games heeft ook best wel andere games op hun naam staan. Volgens mij zijn er ook meewerkers van Fortnite, de game, dames en heren, en bijvoorbeeld de game Control. En die heb ik volgens mij hier ook liggen, dames en heren. Jazeker. Jullie zien hele mooie games achter mij, maar Control is ook een game van Remedy. Ik zal hem even erbij pakken. Hoppakee, Jenga, dames en heren. Deze game, Control. Ik heb hier ook een review van gemaakt. Eerste impressies, montage, alles. Was ook een hele mooie game en ook een vergelijkbare third-person shooter game. Maar er zijn wel daadwerkelijk veranderingen, dames en heren. Want deze game, om het even mee in te luiden, dames en heren. Alan Wake. Oorspronkelijke release datum 14 mei 2010. Ja, dames en heren, toen deze game officieel uitkwam, was ik daadwerkelijk 9 jaar oud. That's heavy shit. Ik ben ondertussen 23. Dat is heavy shit. Ontwikkelaar heb ik net al gezegd, Remedy Entertainment. Platforms zijn PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S. Uitgevers, Remedy, Epic Games, Microsoft, Tico Nordic, Xbox Game Studios. En wat ik bedoelde, dames en heren, Epic Games natuurlijk van Fortnite, niet Remedy, dat was mijn fout. Maar Epic Games heeft er dus ook aan meegewerkt. Modus single player en ze hebben echt een paar nominaties gehad. Een van de belangrijkste is de British Academy Video Games Awards. Best gebruik van audio, etcetera, etcetera. Heel veel awards hebben ze ook gewonnen. Genres zijn survival horror, third person shooter, action adventure en gewoon adventure. En nou is het zo, dames en heren, dat ik de remastered versie heb gespeeld. En hoe dat is gekomen is omdat ik deze game in de plus zag staan. En ik dacht van ja, ik had al wel eerder van deze game gehoord. En ik heb positieve dingen van deze game gehoord, positieve verhalen. Dus ik denk, hé, in de plus, hij is gratis, waarom zou ik er geen hele serie van maken? En dat is dus daadwerkelijk wat ik heb gedaan. En ik heb er geen spijt van, want het was een hele toffe game. En dit is specifiek gezegd de remastered versie. En die kwam wel wat recentelijker uit. 5 oktober, namelijk 2021. En ja, laten we maar gewoon even een beetje een spoilervrij review proberen het in elkaar te plunzen, dames en heren. Want ja, deze game is ja, eigenlijk best wel goed. Ik had niet verwacht dat ik het zo leuk zou gaan vinden. Tiny Pingwings. Ik hou sowieso wel van verhaalgames, maar dit soort games heb ik eigenlijk nooit echt eerder gespeeld. En het was wel een unieke ervaring, want je speelt eigenlijk als, ja, als Alan. En dat is een schrijver en het is een hele grote thriller, want ja, alles wat hij schrijft komt in principe aan één kant ook tot leven. Het is een verhaal over licht en darkness en waar het eigenlijk om neerkomt is dat je je ja, je vrouw, je vriendin moet gaan vinden, Alice. En ja, het is een heel vaag verhaal. Want deze game blijft jou in het mysterie gooien. En blijft jou ja, laten afvragen. Wat is nou in principe echt? Wat is nou nep? Wie moet ik vertrouwen? Wie kan ik niet vertrouwen? En het is gewoon een beetje zo'n soort mindfuck thriller. Om het zo maar te zeggen. En het hield je wel een beetje op het topje van je stoelen, dames en heren. Als jullie deze hele serie met mij samen hebben gekeken, dan weten jullie dat. Het is gewoon echt wel een intense game. En echt wel heel erg leuk in elkaar gezet qua hoe je het verhaal daadwerkelijk doorloopt. Want gameplay-wise is het best wel leuk aan de ene kant. Ik bedoel, het schieten voelt op zich best wel netjes. Het dodgen was een beetje rough rond die edges, om het zo maar te zeggen. Maar verder was eigenlijk alles qua atmosfeer en qua gameplay best wel heel erg mooi gedaan, dames en heren. Vooral als je wordt achtervolgd door deze darkness, door deze ja, slechte entiteit, om het zo maar te zeggen, is echt gewoon wel heel intens en wordt ook gewoon wel heel erg leuk ja, gepresenteerd in deze game. En ja, ik vind het gewoon qua voice acting en qua muziek en qua audio is het gewoon echt fantastisch gedaan. Wel een paar minpuntjes natuurlijk, want het is een third person action shooter. Ik vond het een challenging game. Ik vond het een moeilijke game om te spelen, dames en heren. Ik weet niet waarom, maar ik vond het gewoon een beetje een lastige game. Ik ging best wel veel dood. En
Ik denk dat dat komt omdat het progressiesysteem van deze game dus werkt met behulp van de checkpoints. En ik heb het eigenlijk een paar keer over gehad in deze game. Dat ik dat een frustratieleveltje vond. Omdat ik soms in hele lange stukken vast bleef zitten. Omdat ik per se alle enemies wilde killen. En dan net voordat ik de checkpoint bereikte, werd hem iets te veel. En werd ik toch geraakt door die andere enemy of zo. Of kreeg ik weer iets stoms om mijn kop. Of et cetera, et cetera. Je kunt echt iets van 15 enemies killen en alsnog geen checkpoint halen. Als je gewoon bij de checkpoint bent, slaat hij op. Anders slaat hij niet op. Hetzelfde systeem als bijvoorbeeld Wolfenstein. Je kon door sommige dingen gewoon heen lopen en niet eens killen en je had de checkpoint. En je wordt eigenlijk dus verdienst. Je wordt beloond door checkpoints te halen en niet door enemies te killen. Dus het is soms ook wel handig om voor sommige stukjes weg te lopen. En gewoon de boel te laten voor wat het is. Maar ik ben geen fan van dat systeem. Het heeft best wel frustrerende ervaringen opgelopen. Wat wil je dat ik doe? Wat wil je dat ik doe dan? Wat wil je dat ik doe? Ja, dat dus. Ik ben best wel gefrustreerd geraakt hier en daar af en toe in deze game. Maar verder, over het algemeen, heb ik het toch nog best wel naar mijn zin gehad in deze game. De characters, het verhaalopbouw nogmaals, is gewoon heel erg goed gedaan. En qua gameplay, qua variatie, was het niet zo heel erg daar. Ik bedoel, het verhaal was misschien wel interessanter als de gameplay zelf. De gameplay was oké, alleen het was gewoon veel van hetzelfde. Dan moest je weer vogels neerknallen, moest je weer een paar enemies neerknallen, moest je de power weer aandoen en zo liep je eigenlijk steeds maar weer verder en verder. En op sommige stukjes was het ook vrij voorspelbaar wat er zou gaan gebeuren. Vooral bij secties waarvan je ineens heel veel ammo krijgt en zo. Daar kun je gewoon verwachten van hier gaan we een hele hoop enemies weer krijgen. Enemy variatie was op zich wel oké. Sommige enemies waren naar mijn mening net toch iets te sterk. Het dodgen had toch wel wat beter kunnen zijn. Maar over het algemeen vond ik het wel een mooi, maar dan ook echt mooi neergezet, gepresenteerde game, Alan Wake. Dus ik wil zeggen, dames en heren, als jullie nou gewoon van story games houden, als jullie houden van dit soort thrillers en dit soort mindfucks van verhaallijnen, neem deze game mee en geef het een kans. Ik denk ook een van de redeneringen dat dit in de plus is gezet, omdat Alan Wake 2 ook recentelijk is uitgekomen, 27 oktober 2023... die ga ik ook 100% zeker spelen. Wanneer, dat weet ik niet. Maar ik ga hem sowieso spelen. Je gaat hem vroeg of laat, zul je hem op mijn kanaal zien verschijnen. Het is gewoon nou eenmaal zo dat ik deze game heel laat heb opgepakt. Wat aan de ene kant best wel spijtig is. Want anders had ik best wel snel aan Alan Wake 2 willen beginnen. Maar gaat er sowieso komen. Grafisch gezien zag die game ook wel echt vet uit. En ik vind het vet dat er ook een vervolg van is gekomen. En dat ik niet ongeveer 14 jaar moest wachten tot een fucking vervolg van deze game. Want het is officieel een hele oude game. Maar laat even weten in de reacties, dames en heren. Willen jullie meer van dit soort oude games zien? Ik geef deze game een 7. Is een net cijfertje, is een goed cijfertje. Maar laat even weten in de reacties, dames en heren. Willen jullie meer van dit soort verhaalgames zien? Ik heb wel een lijstje die je kan doen. Maar als jullie ook dingen hebben, laat het weten in de reacties beneden. En dan zou ik zeggen, heb nog een hele fijne dag, Tiny Pingwings. Infinity is out.